Isabella. Oh, hier. Zonnelijtje. Kijk, Zonnelijke. Oh. Ja, zo goed. Oh, wauw. Dat is een lichtjes. Heel. Nou, mijn bril. Hey, twee. Ga maar. Twee op de rol. Nou, Luxie heeft het. Ja, met een bal. Volgens mij vindt hij 2 jaar. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag bijna weekend, jongens. Het is vrijdagochtend. Dat betekent dat Luxie is wel lekker vrij op vrijdag. Ja. Het is bijna een grote vakantie. Ja, bijna. Bijna. Bijna grote vakantie. Maar nu is het weekend. Wil je een sokje aan? Mini vakantie. Maar we gaan even vakantie maken. Nou ja, in ieder geval, het is weer vrijdag, jongens. Luan heeft vandaag een lange dag nog op school. Lucilla die heeft een korte dag. En die gaat vanmiddag met een vriendinnetje spelen. Luan die heeft vanmiddag koor. En Luxie en Lucie zijn vandaag lekker vrij. Dus we gaan lekker spelen. En volgens mij wordt het weer lekker weer, want het zonnetje schijnt al, jongens. Kijk dan. Het zonnetje staat lekker hoog in de hemel. Want het was gisteren echt heel vies, druilerig, regenachtig weer. Maar nu is het wel weer lekker buiten, hè, Pip? Geen hondenweer meer, hè? Nee, en daar houdt Pip ook niet van hondenweer. Waar is de pop nou, Lusjes? Kiekeboe! Daar is de pop weer. Nou, eens even kijken waar papa is. Ze waren even hier in de speelkamer aan het spelen. We hebben namelijk het ontbijt en alles erop. Dus ik kon nog even lekker spelen. Tas al gepakt. Maar goedemorgen. Goedemorgen. Hij staat alweer in de keuken. Ja, de haar gaat afnemen en ik ben niet in de schoen. Ja, dat is goed. Ja. Nou, dus kijk. Ja, ja, vind je mijn haar? Ja, je hebt het vrij. Je hebt een heel mooi staartje. Hetzelfde staartje als de Lucilla vandaag heeft. Ja, haar. Ja, en dan gaat het los. Ja. Dus jongens, kijk vandaag weer gezellig. Nee. Nee. Zijn jij mee? Zijn jij nou ook mee? Nee. Ja, hij heeft weer geen luier aan, jongens. Hij is echt zindelijk nu. We kunnen eigenlijk, hè, dit potje kunnen we eigenlijk wel weghalen, denk ik, of niet? Niet? Vind je wel fijn? Hij gaat wel naar de grote wc, joh, hè? Kleine plasjes daar. Ja. Ondertussen zijn Luan en Lucilla lekker op school. En hebben we Luxie en Lucie zijn lekker thuis. En het is lekker weer. Dus wij dachten, wij gaan lekker met de twee kleinste spelen. Ja, met de spelen. Ja, dus we gaan lekker naar de speeltuin toe. Nee, het is geen speeltuin, hè? Het is een groot speeltuin. Binnen speeltuin, buiten speeltuin. Ja, maar we hebben wel een speeltuin er binnen en buiten. Ja, en dieren hebben ze. Ja, en de vorige keer hebben jullie daar gespeeld. Maar dat is ook, wij hadden een keer met jij en ik daar gespeeld. Maar soms heb papa en soms Sia. En dat kon ik niet. Ja. Dat klopt, liefje. En nu kan ik wel. En ik hoorde dat jullie toen binnen speelden, omdat het niet zo lekker buiten was. Maar nu kunnen we ook buiten spelen. Heel veel leuke buiten spelen. En dieren ja, is daar. Maar ik weet wat. Ja. Daar heb je ook tractors. Ja. Oh, nee. Ja, ik zie het al vaak gespeeld. Van de tappers. Ja, met tappers. Ja. Dat is een eigenlijk heel leuk. Je vindt het ook leuk, hè? Dus kon die er ook buiten spelen. Kan die ook mee spelen. We pakken de tas. En we gaan lekker vandoor, jongens. En met de jongste twee gaan we lekker op pad vandaag. Toch? Ja, vanochtend, hè? Ja, halfdag. Ja. We zitten in de auto met de twee kleinste. Kijk, dat is toch gezellig. Gaan we samen spelen, jongens? Het is lekker weer. Alleen dat mama was, ja? Was Lucilla ook erbij. Ja, die kwam later, hè? Ja, maar Lucilla heeft uit school ook een speelafspraak, dus dat vind ik niet zo heel erg. We waren hier ook nog een keertje geweest en toen had ik Lucilla opgehaald van school, toen gingen we nog verder spelen. Maar nu
heeft ze die speelafspraak. Luan ook volgens mij, die gaat straks naar koor. Dus die hebben vanmiddag hun eigen plannen, jongens. Ja, zo gaat dat met oudere kinderen. Die hebben op een gegeven moment hun eigen afspraakjes en hun eigen bezigheden. Maar de jongsten nog niet. Die vinden het nog gewoon lekker gezellig om met papa en mama erop uit te gaan. Ja, die anderen ook. Maar jullie snappen wat ik bedoel, jongens. Ik denk dat de ouder van de leeftijd van Luan is dat het snappen. Een quality momentje met onze tweede leg. Tweede leg, ja, precies. Ja, we nog samen. Ja, ja. Wat zeg je? Wat zeg je, Livie? Mama had bijna niet meer gedaan met Shea erbij, met papa erbij. Ik ben daar vorig jaar ook een keer geweest. Dat heb ik nooit gedaan. Nee. Jawel, twee jaar geleden. Toen we hier net woonden. Ben ik Nou, we zijn hier al vaker geweest. Het is gewoon bij ons in het dorp. Dus het is echt super handig dat het gewoon zo erbij is. 20 weilanden verder. Maar wel bij ons in de buurt. Dus je kunt hier heel makkelijk gewoon even lekker erop uit. Terwijl je niet heel ver hoeft te rijden. En dan gaan we even lekker quality time hebben met onze jongste twee. Voordat we ook weer onze oudste twee van school gaan ophalen. Ja, die gaan ook zelf naar huis trouwens. Voorzitter, het gaat echt zo snel, jongens. Ik heb het niet tellen, maar ik vond het wel leuk zo. Toch? Ja hoor, prima. Zo, nou jongens, we zijn aangekomen. Gaan we ze er even uithalen. Zitten ze hoor. Jut en Jul. Ik heb trouwens een hele goede tip gekregen van iemand die zei van als Lucie en ik die gordeltjes afdoet, moet je een clipje kopen wat hier zit. Die heb ik besteld. Die is overigens, moet die al binnen zijn gekomen of die komt vandaag binnen. En die kan ik dus hier opdoen. Die doet altijd zo zijn armpjes. Ja, de armpjes eronder uit, hè. Zo doet hij altijd, ja. En met dat clipje houdt hij hem vast. Dus dat is een hele goede tip. Dus dankjewel voor die goede tip. Vooral met op vakantie en zo. Dan vind ik het toch wel fijn als ze heel goed stevig zitten. Ik krijg hem niet met deze hand. Even hoor. Anders moet ik altijd hier blijven. Ja, nee, dat doen we niet. Luxie gaat gezellig mee, hè. Maar jij kan dus niet in met één hand, maar twee handen. Nee, die gaat een beetje strakjes. Nou, bus hier weer dicht. Het is lekker weer vandaag, jongens. Het heeft gisteren de hele dag geregend. Dat was echt een grauwe dag. Maar vandaag hebben we gelukkig weer een zonnetje. Wow. Nou, jongens, gezellig. Gaan we naar binnen toe. Zonder luier, hè? Zonder luier gaat hij spelen. Ga je ook naar de wc, hè? Ja, ik ga hier ook naar de wc toe. Lekker. Ik weet wat. Ik zou doen. Ja? Vliegen. Gaat hij vliegen? Nou, laat maar zien. Hey. Ik vond het ook omdat ik zo klein was. Ja, dat deed je ook toen je zo klein was, hè? Ja, je bent nou al zo groot. Kom maar naar binnen. Kom maar, jongen. Is het niet open? Wat? Nee, ja. Wat staat het? Nou, we zijn een kwartiertje te gaan. Dus wacht even hier. Aan thuis niet. Gelukkig heeft mama altijd een tas bij haar. Oh, dia. Ik kreeg mooie bloempjes zo. Moet kijken, mooie kleurtjes. Luxe. Prachtige bloempjes. Nou. Dan houden we hier even pauze, een kwartiertje. Totdat de deur open gaat. We zijn wel de eerste. Hey. Nou, spelen met Luxie en Lusjes. En papa en mama. Hè? Gezellig. Ja, ik ga ook mee doen. Ja, ik ga ook klimmen klauteren. Ik heb een sportbroekje maar aangetrokken. Ik denk dat het net zo makkelijk. Daar kan ik ook... Dan moet je wel aanhouden. Dan ga je wel echt mee. Ja, ik ga ook mee klimmen en klauteren. Ik zet de telefoon uit. Ik reageer op geen enkel berichtje. Ik ben nu helemaal deze ochtend van jullie drie. Maar nee. Ik vind de groene ga je dan wel... Nee. Ja, dat is wel een eng. Ik ga papa ook vanaf, hè? Ja, ga ik dan ook vanaf. Moet papa ook alleen aan? Nee, maar samen. Heel eng. Vrije val. Spannend. Ik heb er nu al zin in. Ja. Gezellig. Dan gaat papa eraf. Ja. En wij gaan... Jezus en ik gaan kijken. Ja. En papa en mama samen. Ja, samen. Hand in hand. Gaan jullie kijken. Lepeltje van de glijbaan. Kan dat niet? Is het een kleine glijbaan? Dat blijven vastzitten, denk ik. Voor één persoon. Oh. Dan blijven we klem zitten. Laten we dat maar niet doen. Samen met de krant, hè? Ja. Kijk jongens, Luxie. Hij heeft hele mooie sproetjes. Kijk dan. Allemaal sproetjes, zie je? Is dat jou zo schattig? En hoe meer zon jij krijgt, hoe meer sproetjes er op jouw gezicht komen. Lucilla die wordt bruin.
En jij krijgt echt heel veel sproetjes. Echt super, super, super cute hier. Kijk dan. Hier en daar. Allemaal sproetjes. Ik zie. Ik vind het ook best leuk. Ik heb sproetjes. Ja, vind je dat leuk? Ja. Past wel bij jou, hè? Ja. Ja. De sproetjes van Luxie. Nou jongens, we zijn binnen. Of in ieder geval buiten, want hier gaan we weer naar buiten toe. Kijk, hier is het allemaal. Waar ga je heen, Luxie? Zullen we eerst bij de diertjes kijken of die al wakker zijn? Ja, die, ja. Nou, we zijn echt de allereerste in het park. Kijk, er is echt nog helemaal niemand. Maar we gaan eens even kijken of de diertjes wakker zijn, jongens. Dat is zo schattig. Zonder luidje. Het ziet er nog zo grappig uit. Zo'n klein keeltje. En dan zonder luierwilletje, zie je dat? Ja. Oeh, dat is een grote koe. En hele grote klompen. Bijna leeg. Komt er bijna leeg. De ui is bijna leeg. Er zitten hier kuikentjes. Hallo. Kijk, Luxie. Oh, en biggetjes ook. Hoi. Kijk dan. Oh, dat is echt super schattig. Even optillen, Luxie. Kom maar. Kijk eens, tussjes. Ja, de kuikentjes. Het zijn kleine eentjes volgens mij. Ik weet dat we vorig jaar een eend gevonden naast het spoor. Ja. Met allemaal jongjes. En deze van de thuisschool. Ja. Die hebben we grootgebracht en toen heb ik hem weer. Ja, joh. Wat grappig. Ja. Kijk, hier hebben we de biggetjes. Hallo. Het is zo schattig. En hier hebben we, kalfje. En? Ja, daaronder, ik zie hem niet goed. Daaronder zit ook een konijn. Hey. Hoe moet je bukken? Even kijken hoor. Moet je bukken? Even kunnen bukken. Zo, oh ja. Daar zit het konijn. Het is een grote Vlaamse reus. Oh, hier zijn al beentjes geboren. Wat is dat dan? Is die nieuwe borstel? Ja. Wat is dat, Lusjes? Ja, dat zijn de biggetjes, hè? Oh, hij wil erin. Ja, maar schatje, je kunt er niet in. Gewoon zo kijken. Kijk, die kalfje. Hallo. Dit is toch cute? Dat zijn de biggetjes. Ik vind dit echt heel goed. Zie je wel, heel schattig. Ik hoor dat drinken dan. Wil je die meenemen? Ja, dat snap ik. En die stinkt heel erg. Oh, het gras van papa, jongens. Het gras van papa. Een bal. Ik denk dat ze mij spelen met die bal. Het zijn jongetjes, denk ik. Ja, dat hoeft niet. Kan ook met Luxie speelt ook met een bal, papa. Oh ja, ja. Ja. Ja, schattig. Ja, dag. Nou, waar gaan we nou kijken, jongens? De vogeltjes. Och, de vogels. Hier. En hier. Ja. Och, kijk, er zijn ook kleintjes. Hallo. Lijken wel fietjes. Ah, ja. Mooi. En hier in de wei. Hier kan je erin. Dat is de knuffelwei. Kijk, zo er doorheen. Hallo, ja. Wil je geen? Hier beduwen. Oh, ja. Wat is het hier zo? Ja. En, oh ja, hier kan je ze aaien. Zie je dat? Oh. Ja, dat zijn ze hier ook gewend natuurlijk. Hè. Kan je lekker aaien. Is dat een geitje? Is een geitje. Nee, hallo. Hey, maar als jij gras in het pak, hij wil het gras eten, zie je dat? Zit je net aan de verkeerde kant. Daar zo is ook de gras. Nog veel meer geitjes. Kijk dan. Ze staan helemaal op die tafel. Oh, dit is toch schattig, jongens. Kijk dan hoe leuk.
Dat zijn allemaal geitjes. Jij kan het ook. Oh, en jij ook. Ben je erop? Oh, kut. Die is schattig. Hallo, hoe heet je? Ja. Ik ben Babygrietje. Oh, oh, kom erbij. Doe maar aan je. Ah. Ja. Oké, dat is een bak. Oh, dat is een klein bak. Nee, maar aaien. Niks, doe maar aaien. Ja, maar hij gaat dus bokken. Ik ben niet bokken. Ik heb mijn meisje afgesneden. Hallo, dat was mijn meisje. Ja. Gaat dus bokken met je hoor. Gewoon aaien, dan komt papa aan. Ja, dan ben je helemaal van. Hallo, leuk hè. En dan ben je, ik ben kindje bok. Mooi, liefie. Ja. Oh, deze is mooi. Kijk hoe mooi die is. Heel mooi stipje. Wauw! Mooi hè? Ik denk dat dit is. Ja, dat denk ik ook wel. Hey, hallo. Hey, zie je wie de mama is? Of de papa, denk je? Ja, weet ik niet. Ja, met die stipjes, ja. Met voren zijn dat mannetjes. Ja, oh, kijk dan. Dit zijn mama's. Kijk dan, dat is de baas, zie je dat? Kijk dan, Lusjes. Zie je dat? Ze gaan bokken. Ja, zin. Ze geven allemaal melk. Oh. Dus je ziet het. Gaan ze vechten. Twee bazige mama's. Zie je dat? Oh, vriendinnen zijn. Kom maar op. Ja. Ja. Wat doen ze dan? Dat noemen ze bokken. Dat doen de geitjes, hè. Ja. Het is alweer goed. Het is alweer goed, jongens. Kijk dan. Ik heb jeuk. Wil je even krabben? Of Els? Ja. Nou, leuk, Alusjes. Deze is echt heel schattig. Hm? Oh. Ja. Kun je zo aaien? Dit is een babytje. Dan zit je nou bij de billen te aaien. Je moet hier aaien. Kijk eens. Oh, zie je dat? Die gaf hem een duwtje tegen de billen. Kijk. Oh, nou niet meer. Ah, oh, Luxie. Oh, zie je dat? Oh, oh, oh. Hé. Hey. Wat doe je nou? Nee. Volgens mij was hij jaloers. Ah, Luxie vond het een beetje zielig, hè? Werd hij zo even verstoten, zag je dat? Hij gaat zitten. Oh, gaat ook plassen. Oh, bijna op je schoen. Laat mijn plasje doen, Lusjes. Hij heeft geen luidje aan. Geitje moet ook plasje doen. Nou, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Ja, maar ja, dat zijn de diertjes onder elkaar, hè? Jij en Luan en Luxie, die hebben ook wel eens een beetje dat je... Ja, dat hebben diertjes ook. Ja, papa en mama ook wel eens. Dat is heel gewoon, jongen. Zolang ze elkaar maar gewoon heel laten. Oh, ja, hier ook. Luxies, je hebt hier een varken. Kom kijken. Oh, hij zit erin. Kom kijken. Kijk. Varken. Hallo. Oh ja, daar komt-ie. Hey. Oh, kijk dan, jongens. Dit is toch leuk. Hey, hallo. Oh, hij is heel lief ook. Kijk dan, dit. Dit is zo vet. Ja. Het is een varken. Varken. Ja. Ja, van Boomba. Zo. Springkussenlisjes. Kussen. Oh, rennen. 1, 2. Oh, oh. Oh, oh. Hoe ben je, papa? Ja, de slaat hier. Die is zo goed, papa. Hoi. Ik heb nog jouw vingers. Hij wil eraf. Hou mijn hand vast. Het is wel heel wiebelig, hè, jongen. Zo, sturen, Lusjes. Sturen. Die kant op sturen. Ja, mama gaat duwen. Brrr. Brrr. Oh, waar gaan we naartoe? Sturen, Lusjes. Je moet sturen. Je moet sturen. In het boerenland, dat jongen. In het boerenland, jongen. Je moet recht sturen, niet terug. Houd van rondjes. Wij gaan skelteren. Over een parcours. Oh, misschien moet je even een duwtje geven. Voor de berg.
Ja. Woehoe. Ja. Kijk. Dit is een heel parcours. Zo. Dan gaan we de berg op en dan gaan we zo racen naar beneden. Let op, hè. Kijk. 1, 2. Leuk, hè? Woehoe. Aan de sturen. Woehoe. Nou gaat Luxie ook. Klein setje naar de berg. En dan ga je eraf, hè? Goed sturen. En meetrappen. Goed zo, die ging goed. Houdt hij dit, papa? Ja. Het ziet er wel spectaculair uit, maar... Ja, ik ga jou een duwtje geven. Ja, ik ga jullie duwtjes geven. Huppatee. Dat vind jij stiekem ook nog wel leuk, hè? Ja, daar gaat hij, jongens. Uiteindelijk, jongens, zijn mannen ook nog vaak de grootste kinderen, hè? Ja, ja, dat is de rem. Als je te hard gaat, kun je zo remmen. Nou, even duwen. Rem er niet op. Ja. Ja. Ja, daar ga je. Wee. Dit is beter, Liesjes. Kijk eens, daar gaat hij, hoor. Oh. Moet ik jou weer duwen? En, oh, je hebt de rem erop. Op de thee. En ja, daar gaat hij weer. Nou, dit is toch mooi, jongens. Dat is leuk, zo'n baantje. Zo'n 4x4 baan, hé. Hier is hij al een paar keer 4x4 over de kop gegaan. Ja, dan maar dag, skelters. Gaan we hier eens kijken. Want hier is ook een hele grote speeltuin. Ga ik op Luxia geskelterd. Ik kan wel echt goed skelteren, Luxie, met je been. Met lange benen gekregen. Ja. Het is meteen heel groot, hè? Ja. Ja, waar ben je? Oh, Luxie staat al daar. Ja, ik ga met je mee. Nou, gaan we eens even kijken of we deze leuke toren kunnen beklimmen. Zullen we wel de normale trap gaan, Luxies? Kom, oh, dat kan meteen van deze. Dat is een beetje lastig, nog. Oh, meteen. Mama neemt jou mee vanaf deze trap. En Luxie kan wel daar, via die trap. En wij gaan via deze trap. Zie je het? Ja, zet je fiets er maar op. Ja. Ja, dat is zo. Ja. Yeah. Nou, we hoeven geen wedstrijdje te doen, hè. Goed zo. Ja. 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 Goed zo. Oh ja? Nou, dan gaan we daar vanaf. Kijk dan. Waar moeten we dan heen? Hallo, Lucius? Waar ga je heen? Waar moeten we naartoe? Hier. Daarheen? Oh. Maar mij lukt het dus net. Deze. Het is niet gemaakt voor maatje mama, zeg maar. Deze. Deze? Ja hoor, hebben we hem gered? Ja! Nou jongens, we zijn boven. Oeh. Oh, ga je mij schoot? Ja? Ik wil een duwtje geven. Ja, de handen op je benen houden. Daar. Woehoe. Oh, wauw. Kom nu je blote benen in je jurk. Je moet op je jurk zitten. Woei! Even niet zitten. Ik ga nog een keer. Ja, kom. Gaan we nog een keer. Van een andere. Van die rode. Nee. Nee? Die is toch hartstikke leuk? Zo, Lucie, waar ga je vanaf? Van die rode. Echt waar? Ja. Zo, nou, we zijn weer boven. Gaan we hier vanaf, kinders? Ah, oh, dat valt best mee.
Mama het een keertje voordoen? Mama doet voor. Dat is echt niet eng hoor. Geef maar naar mama. Geef jullie mama een duwtje bij 1, 2, 3. Heb je hem bestoot? Bij mama 1, 2, 3 een duwtje geven. Nee, dus je zult ook niet. Ik wil ook niet. Kijk. Kijk, geef maar dan een duwtje. Dat zit jongens. Waar is het ding? Ging je er ook al? Ja, ga je. Jij kan er ook wel af hoor. Nee, je hoeft niet hoor, als je niet wil. Ga je die andere keer weer doen? Ja. Welke ga je vanaf? Durf je dat? Stoere meid. Oh, die gaat ook mooi. En boem. Goed zo. Ja, we hebben hier ook een trampoline. Op de billen hebben we staan. Goed zo, Liesjes. Liesjes, ja? Goed zo. Ja? Ja, dat kan. Goed zo, Liesjes. Goed zo. Oh, je ging bijna staan, Liesjes. Ja. Ja. Gaan we daar kijken? Hey, Annie, hou jij mijn tas hier even vast. Oh. Op die tafel, waar die groenbakken worden automatisch gestuurd. Oh. Dus als je tas hebt gestuurd. Oh, een natte jas, een tas. Ja, jongen. Ja, hij doet mee, mee, zegt hij. Zo weer mee. Ja. Oh, geef me een tas. Het zijn wel mooi, die bloemen. Die zien er wel heel mooi uit. Kijk, dat druppelt naar beneden. En mijn tas stond er precies onder. Dat deed mijn oude opa altijd. Ik heb een grote kwestie van dat je alle dode bloempjes weer moet weghalen voor nieuwe bloempjes. Nou, mijn oude opa ging altijd wel heel geduldig. Succes dan met je klusje. Wij gaan nog even spelen. Ja, ik ga meespelen. Hè? Nu niet tournieren, maar voor thuis. Hè? Voor thuis, het is wel mooi. Inspiratie op, ja. Ja. Zo. Ja, ook ben je nou weer daar? Ja, goed zo. Nou, gaan we hier nog even overheen klimmen. Dat kan Lusjes ook zelf. Stapje. Over de Wiebelbrug. Ik kan het zelf. Heel goed van jou. Nou, jij moet Lusjes handje geven. Ja, ik ga Lusjes handje geven. Wacht maar eens even tot Luxie er overheen is, Lusjes. Goed zo, Luxie. Toppie. Nou, jij ook? Van mijn handje. Ja. Zo. Ik heb je vast, ik heb je vast. Ga maar lopen. Lopen. Stapje. Stapje. Goed zo, ga maar lopen. Stapje. Ja. Kom hier. Kom hier. Mama, bij mama. Mama. Oh. Oh. Ja. Laat maar los je voet. Je voet los. Dat tussendoor. Hoppatee. Zo. Nou, die was toch nog een beetje te wielig, hè? Ja, die was iets te wiebelen. Oei, goed zo. Nou jongens, kijk eens hoe grappig een schommel. Dat is een twee soorten schommel. Luusje in zo'n zitje en Luxie hierop. Mama, jullie duwen, hè? Oei. Oei. Nee. Oei, dat is lekker, Luusjes. Dat kan ook. Mama, samen schommelen met jou? Ja. Oh. Oh. Ja, ga maar af. Ga jij op deze? Ik kom zelf. Mama, hier bij jou, Luusjes. Kijk, kom maar bij jou. Op. Oh. Luusje daar. Hé, dat is leuk. Kunnen we samen schommelen? Oei. Uit. Je bent treigen, jongen. Van de wind. Wil je er weer af? Volgens mij ziet hij een tractor. Zie je een tractor, Luusjes? Ja. Ja, hij ziet een tractor. Ik zie een tractor daar. Ja, daar wil hij heen. Ik snap jou, jongen. Ja. Kom maar. Oh, zo. Kijk jongens, deze had hij gevonden. Hij is alleen nog net te kort met die voeten. Moet hij nog een jaartje wachten, ben ik bang. Dan pas kan hij erbij.
Maar ja, ik vind het wel een mooie, jongen. Gaan we hier door de schuur heen. Kijk, hoppatee. Door de schuur. Jij sturen? Goed sturen? Zo. Nou, we hebben weer een andere takte gevonden. Hier, zo zitten. Mama, jij duwen? Ja? Nou, daar gaat hij, hè? Oh, ben je er weer af? Dat is toch iets te groot, hè? Hij ziet hier heel veel tractors. Dat allemaal op alle tractors zitten. Ja, oké, okay, even op deze zitten. Kan je hierbij? Nee, je kan je ook niet bij. Nee, oh, gaat hij er weer af. Op de volgende tractor. Dit is wel een paradijsje met tractors voor jou, jongen. Kijk dan, al die tractors. Die zijn voor jou te klein, ja. Maar voor Lucie zijn ze weer net te groot. Wat gaan we doen? Kijk, dit is een beter fietsje. Maar dan weet ik niet of hij al bij die trappers... Nee, ik kan ook niet bij die trappers. Hij is net te klein voor al deze dingetjes. Nou, gaan we hier weer naar binnen. Dan kunnen we hier ook nog spelen. Is er iemand? Nee. Ja, kom, gaan we hier spelen. Moeten we wel even de schoenen uitdoen. Nou, kijk, hier even de schoenen uit. Nee! Gaan we hier spelen, binnen. Kijk, dan moet je de schoentjes uit hebben. Mama doet ook de schoenen uit. Papa die is met de tuinman aan het praten. Die zag dus die bloemen. En dan is dat typisch Daniel. Ging hij weer met de tuinman hier praten over die bloemen. Planten. Nou, waar gaan we heen, jongen? Kijk, automatisch gaat er een lampje aan op mijn iPhone. Ik weet niet hoe ik dat uitzet, maar... Oh ja, Mia gaat ook zo snel. Mama gaat niet meer zo snel. Mama wordt ook een dagje ouder. Hierheen. Oei. Hey, Luxie, daar is Luxie. Hey, daar is Luxie. Duurt hij heel lang? Dan gaan we er doorheen. Oh, Luxie, gaan we er doorheen? Nee, Luxie heeft andere plannen. Luxie die heeft zijn eigen wil, jongens. Nou ja, kijk hoe hij dit doet. Oeh, mama, je nadoen. Daar komt Lucie aan. Weer naar beneden. Terug. Doe maar. Goed zo. Achterste voren. Ja. Hier doorheen. Nee, daar kun je niet doorheen. Je moet eerst hier doorheen. Op de. Zo. Oh. En door deze rol. Dat is ook leuk. Oh, mijn bril. Ik heb mijn bril. Moet je zo doorheen, Luusje? Zo. Ja? Ga maar verder. Kom maar, dat kan je wel. Mag mij jou helpen? Kom maar. 1, 2. Oh, ja. Goed zo. Ja, mama is hier. Oh, dan moet je even naar de wc. Ja, we gaan de wc zoeken als ik de uitgang heb gevonden. Hoe moet ik eruit? Ik moet dorst. En ik moet passen. Ja, ga eerst even naar de wc. Gaan we zo meteen. Goed? Mama. Ja, maar ik weet dan niet hoe ik hier uitkom. Kijk, mama. Zo? Moet je wel hier door? Weer door. Oké, nou, dus zo. Ja. En dan naar uit. Oké, maar volgens mij wil Lucius nog verder. Dat vindt hij wel mooi zo, hè? En hier tussendoor. Ja, hier doorheen. Ja, goed zo, jongen. En daar onderdoor. Ja, hier, Luxie, ik heb hier een wc gevonden. Ja, kijk. Hier, Lucius. We gaan even een plasje doen. Hier, wc. Daar kwam Luxie aan gerold. Hier is de wc. Ik zit echt vast. Oké, okay, geef me je hand. Geef me je hand. Handje? Dan rol ik je eroverheen. Nee? Of niet? Oké. Okay. Nou, daar is ze weer. Niet weer. Ah, volgens mij is Lucius al op de wc. Eens even kijken. Lucius? Hey, zit je al op de wc? Heel goed. Dan gaan we hier even een plasje doen. Goed? Jij daar. En jij daar. Toppie. Lucius, doe maar zo. Goed wassen. Ja, goed zo. Ander handje ook. Goed zo. Handjes wassen. Ja, dan moet ik haar weer uit. Oh, dat is aan.
handjes maar aan mijn broek afvegen. Doe maar aan mijn broek. Mijn broek afvegen. Doe mijn handjes hier afvegen. Handjes zo aan mama broek. Zo. Zie je dat? Ja, dat is fijner dan zo'n harde blazen. Kom, ga je mee? Gaan we weer spelen. Deze kant op. Kom, gaan we weer spelen. Nou, hier eens even spelen. Dat vindt hij ook leuk. Ik wilde in een gesprek raken met de tuinman. Ja, dat zei ik al, je bent met de tuinman, maar... Met de eigenaar. Oh, echt waar. Met de hele tuinman. Ja, allemaal tips. Twee. Wee. Die glijdt lekker. Dat is een leuke hier van 10 mijlanden verder. Hij zei onze buurman, daar is de buurman. Oh ja? Ah. Leuk. Best leuk zien. Gaan we gelijk in. Nou jongens, dan verlaten we die afdeling. En dan gaan we hier de trap op naar boven. Ja, ga je maar via het spinnenweb. Wij pakken de trap. Kijk eens. Hier hebben we ook nog van alles. En waar is Luxie? Luxie? Even kijken waar Luxie is. Oh, daar. Luxie komt door een spinnenweb naar boven geklommen. Heel goed, Luxie. Moet je goed kijken hoe je naar boven moet, hè? Daar komt ze aan. Hi. Daar is ze. Goed gedaan, Luxie. Toppie. Hm? Ja. Luxie is ook al helemaal boven. Luxie is ook al boven. Waar ben je, Luxies? Het gaat hier snel, jongen. Oh. Ja, Luxie gaat alweer daar langs. Het is een beetje een wiebelbrug. Wiebelen. Ja. Ja. En hier langs. Hey, daar is papa. Hey, papa. Ben je ook boven geklommen? Is dat papa? Die kant op. Nee, is niet zo snel, Luxie. Luxie is heel snel, papa. Ik hou Luxie ook bijna niet bij. Hoppatee. Gaan we hier overheen? Ja. Hier over. Die is lek. Die was iets... Ja. Ja, waar ben je nou? Ben je weer daar? Ja. Ja, dan gaan we hier doorheen, papa. Dan gaan we hier doorheen. 1, 2. Hoppadee. Ja, zo. Ah, dat kan je ook, papa. Dit is appeltje ei. Appeltje. Ja. Ja, ik kijk zo meteen als ik kan. Ik zie het. We zijn niet zo snel als jij. Oh, papa en mama worden ook een jaartje ouder. Nou, je hebt het gered. Dat stekje naar beneden. Nou, Luxie, waar gaan we heen? Jij kent hier de weg op je duimpje. Ja, Luxie is hier al vaker geweest met vriendjes, netjes, met schoolreisje. Ach, kijk dan jongens. Zij heeft hier een fietsje gevonden. Deze, daar kan je op, Luxies. Tenminste, als een soort loopfietsje. Hij doet het als een soort loopfietsje. Zie je dat? Ja, je kan er op zo heen. Daar kan mama ook op. Kan je achterop staan met mama. Dit is echt leuk, jongens. Ik vind dit ook gewoon zo bizar. Dat dit ook gewoon... Jongens, uiteindelijk blijven we diep in ons hart allemaal kind. Dat is echt waar. Ha, kijk dan. We gaan hoor. Dat is snel. Forever jong, hè? Prachtig, hè? Nou, zo'n speeltochtje wel zo, hè? Zo, zullen we nou ergens anders gaan kijken? Blauwe geit. Nou, Ritsie. Hé, Luusje, als je naar de wc moet zeggen, hè? Luusje, een plasje doen? Oh, hij is daar geweest. Topper. Ja? Top. Ik zelf zo naar de wc en was al weg voordat ik keek. Ah, wat goed, zeg. Hij wil daar langs, Luusje. Kom, gaan we hier langs kijken. Beneden waren we nog niet geweest. Oh, wat is dit dan?
Oh, Lucie zit wel. Lucie die denkt, we gaan naar beneden weg. Pas je precies op. Kijk dan. Ja, hij probeert bij de trappers. Goed zo, jongen. Hij snapt het idee. Schrijft. Hey, Luxie. Hey, Luusjes. Weer een bochtje. Ja, kom, Luusjes. Gaan we weer verder gaan? Nee. Ja, hij zegt ja. Kom, we gaan verder, Luusjes. Nee. Nee, hij zegt toch nee. Hij moet er weer op. Hij is echt zo'n wijsneus. Op en top, jongens. Hij zegt op, op. Nou, jongens, we zijn weer boven aangekomen. We gaan over de blokken. Hoppatee. Oh, hier overheen. Het is lastig lopen, jongen. Ja, ben je alweer daar? Oh. Kom, hou je optillen. Oh. Ja? Ja, ik kom eraan. Ja, hop. Gaan we hier weer naar beneden. Oep. Oeh, jongens. Ik moet zeggen dat ik zo wel even lekker wil drinken. Kijk, naar beneden, naar beneden, ja. Naar beneden. Oh, gaan we naar beneden. Ja, ik zie het al. Ja, we gaan wat drinken. Zo, we doen dan toch aan mama vast. Hier weer naar boven. Gaan we hier weer naar boven. Oh. Ja. Die kant op. En ja. Hier zijn we. Klaar voor de start. Af. Ik heb je. Goed zo. Gaat goed? Ja, het ging goed. Oké. Okay. Ja, hij doet het alleen, maar ja. Nou, de glijbaan is een beetje plakkerig natuurlijk met die blote benen. Dus die ging niet helemaal lekker. Maar goed, ze zijn dan weer helemaal daar aan het spelen. Dit is een soort balansding. Jongen. Moet je opstaan. Dan moet je balans houden. Lucius wil er vanaf springen. Oké, dan gaan we hier weer langs, jongen. Kom maar, gaan we hier weer langs. Ja, hier weer langs. En hier overheen. Ja. Zo, en we gaan nog een rondje over de stormbaan. Eerst hier overheen. Hoppatee. Een tappertje. Ja, goed zo. Hop. Ja, en dan hier overheen. Goed zo. Nee. Ja. En dan hier naar beneden. 1, 2. Het is lastig, hè? Goed zo! Goed zo! Ja! En hier weer naar beneden. Kijk uit voor de kindjes. Wat groot. Leuk! Oei! Nou, Luxie heeft twee bekers gekocht. En heb je die net gevuld? Ja, ik doe hem dicht. Ik doe hem ook van Luxie. Oh, lief. Drink mee, maar deze had je thuis ook al, hè? Ja. Die herken ik van thuis.
broertje. Wat kun jij hier de weg goed zijn. Dat moet je wel lekker, doe maar helemaal vol. Wauw, en dan de, ja, doptrap. Toppie. En kijk eens wat zus heeft gehaald. Ze zei, daar moet je een beker halen, papa. En dan kunnen de kinderen zelf tappen. Nou, Rooski. Leuk uitje zo. Proost. Hopelijk is het tostje ijzeren warm. Nou, willen jullie hier weer spelen? Luxie, eigenlijk ben je al te groot, hè? Kijk. Weet je wat hier staat? Van 0 tot 4. Hoeveel jaar ben jij? 5. Nou, als begeleiding mag jij mee met Luusjes, goed? Luusje, Luusje. Oh. 1, 2. Goed zo, Luusje. Woe. Ah, dat is zo schattig slapen. Grote zus ben jij, Luusje. Ga maar zwemmen de ballen, pompjes. Ik kan niet zo goed lopen. Nee, ik zie het. Je moet zwemmen in de ballen. Ja, zwemmen, dat gaat beter. Oh, niet handig. Heel goed. Kijk dan wat hij doet. Hij loopt gewoon daar overheen. Heeft hij dat van jou geleerd? Kijk dan. Nee, dat heeft hij van jou. Dat ziet hij van jou. Dan denkt hij, nou, dan kan ik dat ook. Maar dan? Is dat eng daar? Nou, volgens mij vindt hij... Kijk, ik zit gewoon... Jongens, ik ben af en toe gewoon zo verbaasd over wat hij allemaal doet. Kijk dan gewoon. Ja. Ik ga eens even kijken wat daar is. Maar Luusjes vindt dit leuk. Het gaat precies over die grasplakjes. Zie je dat? Ik ben een kleine Spiderman, jongen. Goed zo. Ja, bijna, Luusjes. Hij is helemaal van daar naar hier geklommen, hè? Daar komt de ober aan. Met de koffie. Ah. De ijzers die worden net opgewarmd. Nou, ah. Er zijn vier tassies in, hè? Nou, lekker, joh. Die gaan zo af. Maar ik denk eerst voor jou en mij... Een lekkere koffie. Lekker. Want die, jongens, ja. Die hadden wij vanochtend nog niet op. Wie gaat? Nee, nou, dat was een onverwachte tijd. Ja, leuk zo, hè? Ja, ze zijn nou zo leuk aan het spelen. Je kunt ook zo leuk zien dat Luxie nu echt zorgt voor Luusjes. Kom maar, Luusjes, kom maar met me mee. En die tilt daar overal op. En, heel leuk. Ja, echt heel leuk als ze samen spelen. Nou. Proost. Op onze twee kleins. Ja, het is nog een beetje heet. Maar... En zo meteen weer naar school, want dan staat Lucilla alweer klein. Ja, staat op het schoolplein. En dan Luan daarna alweer, hè? Ja, ja, nou, Luan die komt zelf naar huis, dus dat scheelt wel. Maar die heeft straks ook weer koor. En Lucilla die wilde een keer mee ook naar koor. Ja, ja. Want Lucilla die mag ook vanaf groep 5, mag je, dat is een meester vanuit school, ja. Die doet dat. Die gaf haar gisteren een flyer, hè? Van Lucilla, ja. Mag en vanaf groep 5 heeft die meester thuis met zijn vrouw, heeft hij gewoon een koortje. En Luan doet dit al vanaf groep 5, al 2 jaar, denk ik. Ja, en hij vindt het gewoon zo leuk, dat groepje kinderen met elkaar en dan allemaal liedjes zingen. Ja, weet je, dat is echt een leuk kwaliteiten momentje. En Lucilla, ja, heel gemoedelijk. Als je daar binnenkomt, dan reuk je de sudderlapjes op het vuur. Ja, van die, hij is nu gepensioneerd, die leraar. Dus die doet het gewoon als hobby, doet hij dat koortje met die kinderen uit het dorp. Met zijn vrouw. En vanaf groep 5 kun je daar dus aan meedoen. En Lucilla die gaat nu mee om te kijken of ze het ook leuk vindt, want ze lijkt het ook heel erg leuk. En dan mag pas vanaf groep 5. En volgend jaar zit ze in groep 5. Dus dan lijkt het haar ook heel erg leuk om ook bij dat koortje te gaan. Omdat Luan dat gewoon zo leuk vindt. En ze hebben ook regelmatig, heel schattig, hebben ze van die kooroptredens. En soms zijn het in best wel mooie kerken. Ja. Soms bij een bejaardentehuizen, soms bij markten. En dan gaan ze allemaal leuke liedjes zingen, net dat koortje. En dan die man en die vrouw op de gitaar en de mondharmonica. Het is gewoon heel leuk. Ja. Tafel nummer 7. Zo fantastisch, daar moeten we daar langs. Kom maar. Ja, dat kan. Van mij staan ze klaar. Oh, zullen ze klaar zijn? Oeh, waar moet je het ophalen dan? Jij weet het hier al zo goed, hè? Zullen hier de tassie klaar staan? Ja. Och, kijk dan toch. Zet ik een diemblad neer. Mooi zoemetje, hè? Kijk, och. Nou, we hadden dat diemblad voor jou weer mee. Super, dankjewel. Ja. Zal papa maar dragen, Luxie? Is dat zwaar, hè? Dankjewel. Zo, kijk dan. Daar komt het eten aan. Echte mooie borden. Wow, dat is mooi. Dat is lekker, jongen. Nou, voor wie was de hamkaas? Mama wel hamkaas. En? Mama, deze is voor mij. Die is voor jou, die is voor papa.
kaas. Er is ook alleen kaas, hè? Lekker. Nou, gezellig jongens. Ga maar zitten, Lucie. Anders gaan we even op mijn schoot zitten. Kijk, dat zit wat fijn. Zo. Zo. Ja, die is voor jou, hè. Zo. Gaan we niet eten? Ik zeg, eet smakelijk. Ja, die is voor mama. Met haar kaas. Zo. Die is voor Lucie. Ja. Lekker binnen, zo. Ik zeg, proost. Wij gaan straks die andere twee groten weer van school ophalen. Ja. En lekker genieten van het weekend. En morgen een hele speciale dag. Want morgen hier wordt het hoera, hoor. Wat gaat het zeggen? Jezus wordt 2 jaar. Vanavond moeten we alle cadeautjes gaan inpakken. En de slingers ophalen. En de slingers ophangen en de ballon opblazen. Ja, we moeten vanmiddag al lekker. Ik ga mee helpen. Ja. Dat gaan we allemaal lekker doen. Maar dat zien jullie morgen weer. We hopen dat jullie het leuk vonden om met ons gezellig mee te gaan. Even naar de speeltuin. Doe dan de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien jullie heel graag morgen op de verjaardagsvlog van Lucie. Tipie, hoera, Lucie is voor 2 jaar. Tot de morgen. Ik heb een cadeautje. Tot morgen. Doei.